En we zijn live. Mooi. Ja, er zijn wat technische problemen nu, momenteel. Mijn welgemeende excuses daarvoor. Ik had het een en ander aan probleempjes met mijn coderingssoftware. En nu met mijn pook. Want ik heb zeg maar nu op rally modus nog. Want ik had eventjes Shift 2 Unleashed gespeeld vandaag. En dan gebruik ik hem altijd als handrem en dan zet ik hem in rally modus. Dus zeg maar dat je hem naar achter trekt, want normaal gesproken versnelling omhoog is. In een sequential. Kut. Dat is nu, was dat de handrem. En ik moet nog even de 7 versnellingsbak erop zetten. Alleen ik had per ongeluk de knop voor streamen ingedrukt en nou ken ik niet meer terug. Want anders dan staan er 2 streams en dan ga ik... Ja, en dan gaat dat ook niet helemaal goed. Dus ik denk dat ik deze video, zeg maar, als de stream klaar is, eventjes in de YouTube editor ga, zeg maar, dat eerste stukje eraf gaan knippen. Maar in ieder geval, we zijn live en we gaan zo rijden. Dus iedereen die nu kijkt, wees gerust. We gaan zo rijden. Maar weet je, dat is net als als je het echt in de vrachtwagen zit, dan kan je ook niet gewoon aanzetten en gas erop. Moet je ook altijd eerst even wachten tot die luchtdruk hoog genoeg is. Anders dan gaat hij niet eens in zijn versnelling. Heb ik allemaal moeten leren voor mijn RV1. Want kapitein Snurrefjans wil later op de vrachtwagen gaan rijden als YouTube niet lukt. Yay! En ik ga niet fulltime YouTube doen voordat ik mijn school heb afgemaakt. Want zo dom ben ik nou ook weer niet. Weet je, het concept fulltime YouTube, dat is nu nog niet eens aan de orde. Ik hoor er nog niet eens over na te denken, weet je, maar... Ik bedoel, wie weet gaat deze stream wel viral. Heb ik morgen 1 miljoen abonnees. Wie weet, het kan allemaal gebeuren. En het is letterlijk... Ik denk over 3 minuten max... dat we kennen gaan rijden. Dus aanschouw mijn dikke Volvo. Met 4 assen. 750 pk. Euro 6. 6 versnellingen. Lekker veel power. Zo, en nou het knopje erop. Anders gaan mijn handen naar de kloten. Alle versnellingen even afgaan en dan nog heel even snel de boel. Heeft hem opgeslagen? Nee, dat is heel kut. Ik zei 3 minuten, maar het kunnen er 5 worden. H-shifter range. Dat is natuurlijk weer de verkeerde. Die moet op inverted. En dit is de X-axis. Oh, ik had hem nog op 540 staan. Goed dat ik het zie. Want... Ja, en aanschouw mijn geweldig mooie bureaublad maar even. TMX Racing Wheel, Properties, 900 graden. Oké. Nice.
En ik weet niet of ik nog een vrachtje bezig heb of zo. Zit op de multiplayer. We gaan eindelijk rijden. Europe 2. Oh, ik ben ook nog bezig met een job ook. Oeps. En dan laat ik hem stilvallen. Echt. Geweldig. En ik ga deze job cancelen, want ik ben er toch te laat voor, weet je. En ik heb geen zin. Too late. GPS zetten op. Trouwens, ik heb de developer console. Als het goed is. Hopen dat ik niet gekickt word. Ik ben nog niet gekickt. Het beruchte. Span ik hem. Hoe span ik hem? Nog steeds in fucking Bologna. Geweldig. Nou, dan gaan we maar eens even naar Venetië. 181 fucking kilometers. Die developer console. Ik kan mijn truck niet verplaatsen in multiplayer. Makkelijk aan. En al helemaal in de sneeuw. Ik weet niet hoe het zit met die sneeuw physics, of die er ook bij zitten, maar het is wel jammer dat ik nu op de multiplayer zit, want in singleplayer heb ik de Volvo VNL. Dat is zo'n Volvo met een neus. Zo'n Amerikaans geval. Geweldig bakkie. Nou ja, ik ben wel redelijk gesteld op Volvo eigenlijk. De personenwagens zijn flut. Nou, Mercedes is erger, maar vrachtwagens zijn gewoon pure geweldigheid. Maar ja, dat is verschil van mening, verschil van smaak. Ik bedoel, als jij Volvo kut vindt, dan vind jij Volvo kut. Oh! Ik moet deze hebben. Dat is iets te hard op de rem. Staat die 12 bar op die rem of zo? Sorry.
is. Dan moet ik hier nou gaan draaien of zo. Nog weer tegenaan. Het is echt een slechte gewoonte van, maar ik rij altijd tegen die slagbomen aan. Ook dat nog. Oh ja, nog een manier van teleporteren, let op. Ja. Even wachten. Is er neutraal? Koppeling om te bevestigen. Even wachten. Als ik nou zo meteen ook gewoon knekkenbreuk kan vervoeren. Hè? Repareren die hap. Kunnen we misschien voor de grap, zeg maar, de slangste kutmotor erop kleuren of zo? Oh, euro 5 is hij. Laat maar. Dat is allemaal, als je meer dan 460 pk wil, dan is het blijkbaar allemaal euro 5. Dit is zeg maar de standaard. Zeg maar, als je euro 6 wil rijden, dan heb je 400 pk. Ja, maakt ook niet uit, maar we willen wel een beetje power hebben. Weet je, Volvo heeft als... slangste motor is 420 pk. Even kwijt hoor, wat gaat dat hek open of zo? Ik denk al. Gewoon weer stilvallen, hè? Zoals altijd. Vandaag ook, vanochtend ook rijles. Liet ik hem ook even gewoon drie keer stilvallen of zo. Ja, dat is maar gewoon een kut Mercedes. En dit is het kutte van het maken schakelen. Ik ga er gewoon langs. Dit is euro 2. Hier mogen dat soort dingen. Is dat nou een dealer of... Oh, Mercedes dealer, laat maar. Ja, ik ken even een acroscoop of zo. Zo meteen in de stream even. Als ik genoeg krijg van alleen mijn vrachtjes afleveren. Even een klote actros gaan kopen. Het zijn qua topsnelheid de slangste trucks in het hele spel. Dingen kunnen maar 130. En dan zou je denken. Niet dat dat uitmaakt of zo, maar wel dus. Nice! Maar die man naar Hongarije. Daar heb ik dus echt geen zin in zo'n lange rit. Het is wel een lekker zware rit. Hebben we nog iets zwaars? Ik kan even naar de algemene freight market kijken. Vanuit Bologna. Dat is toch de enige boven de 30 ton.
Weet je, ik heb het liefst niet echt zo'n hele lange rit in één keer. Maar hiermee mag ik naar Duisburg. Maar dat is al 1200 kilometer. Ik haat daar echt van die super lange ritten. 1 ton. Even serieus, man. 1 ton. Zo, ik redde gewoon even 1500 kilometer. Weet je, ik denk... Zullen we hem maar gewoon pakken? Deze? Oh, ik ben er al. Freight market, al was die trailer hier. Take job. Continue. We gaan het gewoon doen. En we zien wel hoe het loopt. Staat hij aan de achterkant? Al een beetje zuinig rijden, hè? Dus we rijden op het terrein rijden we in z'n 2. Hoeveel versnellen heb ik eigenlijk? 6. Ja, mijn vrachtwagens hebben er toch 12. Oei, ik heb er 6. Mijn pook gaat tot 6. Dus ik heb 6 versnellingen. Even kijken hoe ik dit ding... Ik denk links. En dan eromheen. Ah, oh, kut. Ik heb zwenkassen. Is dit non-collision? Ja, toch? Nice. Vind ik heel nice. Ik word 1 lul, niet z'n 3. Gered door mijn eigen zwenkassen. Je neemt die bocht veel te smal. Boeien. Hou hem. Nice. Hij houdt hem. Op naar die ene plek in Hongarije. 844 kilometer te gaan. Fuck, richting aangeven, serieus. Als ik nou in Duisburg zou zitten, zou ik het doen. Ik bedoel, er zou niemand op letten, maar dan geef ik tenminste het goede voorbeeld. Want Duisburg is de kutste stad. Als je op Europe 2 zit. Is dit een tol? Ja. Pakken we links? Ja. Waarom? Omdat het kan. Eerste 2. Hoppa. Het zal heel lullig zijn. En als ik niet tegen die tolpoortjes aanrij, dan val ik wel stil. Al... tijd bij die dingen.
Het zijn echt klote dingen. Dit is een heel raar knooppunt. Oh kut, ik moet wel schakelen natuurlijk. Het is geen automaat. En dat vind ik prima. Want automaten zuigen. Stream ik nou 60 fps of what the fuck? Oh, toch niet. Ja, ik weet niet. Ik zie het wel als die afgelopen is. In welke resolutie die verkrijgbaar is. Ik weet niet eens op welke resolutie ik OBS heb ingesteld. Alleen normaal gesproken heb ik een korte vertraging erop zitten. Alleen nu heb ik die gewone gepakt, omdat ik met die korte altijd veel lag krijg. Alleen ik zit hem nou in de gaten te houden. En hij lagt dus niet. Misschien moet ik dat vaker doen. Want die GTA stream die ik met die maat van me heb gedaan, de hack en slash stream, die had best wel wat lag. Maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, deze heeft dat niet. Oh, pff. Zit je even niet op te letten. Ja, sorry, ik deed even de gemiddelde chauffeur. Nee. Mensen lopen heel vaak te zeiken op vrachtwagenchauffeurs, maar eigenlijk doen wij niks fout. In principe, er zijn er die het wel fout doen, daar niet van of zo. Ik bedoel dat laatst een chauffeur bij ons in het bedrijf had zijn hele vrachtwagen in de prak gereden, achter op een autotransporter geklapt. Cabine helemaal naar de kloten. En had hij nog geluk dat het bovenste bed van die autotransporter omlaag stond. Dat is dat hij die vol in zijn gezicht had. En ja, weet je, als hij het overleefd had, moest hij de rest van zijn leven met een vagina over zijn gezicht lopen. Dat is ook niet zo prettig. Oh ja, ik zou geen richting meer aangegeven, hè. Wat nou als BMW vrachtwagens zou gaan maken? Zou er dan überhaupt wel van die knipperlichten op zitten? ...600 meter hoog. Dat is niet hoog. Ik ben hoger geweest. Ik ben ook lager geweest. Maar ik ben ook hoger geweest. Vol in de ankers. Oh, dit ga ik die halen. Godverdering. Kijk, als ik geen trailer achter me heb, gaat dat prima. Maar... ik heb nou gewoon 47 ton achter me, dus je weet niet... Weet je, je denkt van, je wilt doorrollen. Dus je denkt, zeg maar, van... als ik nou niet in de ankers ga, dan ga ik tegenaan knallen. Maar het kutte aan Eurotruck is... en dat vind ik echt raar, dat als je onder een bepaalde snelheid komt... dat hij dan, maakt niet uit of je dan weer vol op het gas gaat. Hij blijft doorremmen. Dat hebben die echt, dat hebben het echt... in ieder geval, die vrachtwagens bij ons hebben dat niet. Als je zeg maar vol in de ankers gaat en je komt onder een bepaalde snelheid en je laat de rem los, dan hoort hij de rem los te laten. Maar ja, wat was ik nou aan het zeggen? Ja, mensen lopen vaak te zeiken op vrachtwagenchauffeurs, maar eigenlijk doen we niks fout. Vaak dan, hè. Je hebt er altijd bij die... Maar ja, er was onderzoek gedaan en in 2017 waren er 15.000 meer ongelukken met vrachtwagens. Maar het leuke is, een lekke band wordt ook al gezien als een ongeluk. Dus eigenlijk is dat een indicatie dat werkgevers niks meer willen uitgeven aan die dingen. Want als je je band lek rijdt of je hebt een klapband, dan is meestal of het is te danken aan het feit dat iets op de weg ligt of zo, of je band is naar de kloten. En ik denk dat dat vaak het geval is. Want er zijn... ja, ik ga niet zeggen waar ik werk. Ik ga niet zeggen... ik ga geen namen noemen of niks. Maar er zijn... trouwens, dat is ook niet bij ons, hè. Maar ik zie wel eens gewoon trailers rijden... op de derde laag canvas. Denk van... en hoezo heb jij nog geen klapband gehad? Dus net als... de voorbeeld van mijn fiets.
Ik moet die eigenlijk vervangen, maar ik ben te lui om een band te gaan kopen. Die zit nou ook op de derde canvaslaag of zo. Die zit als laatste laagje in het midden. Voorbeeld van mijn fiets. En als die klapt, hè. Zeker met mijn snelheid. Als ik 30 ga op de fiets en krijg een klapband. Dan heb ik een probleem. En dan is een fiets nog niet eens zo erg. Ik bedoel, er staat maar net 1,5 bar op die band of zo. Met een vrachtwagen staat gewoon 10 bar op zo'n band. Als je dan een klapband hebt. En dan denk je van, hoe kan rubber 10 bar houden? Nou, dat kan die niet. Er zit een... Die banden zijn vaak gewapend. Dan moet je wel heel veel kracht hebben, wil die klappen. Maar dat is 10 bar druk, dat is gewoon 10 bar, dat is gewoon 9 bar drukverschil. Dat is gewoon niet meer te bevatten. A, wat een knal dat geeft. B, hoe groot probleem je hebt als je ernaast rijdt als dat gebeurt. Dat is echt niet normaal. Ik heb het 1 keer zien gebeuren. Zat op de snelweg. En zo'n vrachtwagen die voor ons reed, die kreeg een klapband als een trailer. Nou, daar reed een auto naast. Die auto werd gewoon tegen de vangrail aangeblazen. En dat alleen van een fucking band. Bird. En dan zit ik hier gewoon 10 uur 's avonds te livestreamen. Gewoon helemaal in mijn eentje. Ook gewoon geen kijkers. Ofwel, geen idee. Ik heb het niet eens zien. Want dat staat buiten beeld. Nee, dat vind ik altijd heel lekker, weet je. Gewoon zo, 10 uur 's avonds. Gewoon even een vrachtje afleveren. En dan mijn nest in. Dat heeft wel iets, weet je. Helemaal als je niet al te drukke server hebt ofzo. In principe, je moet gewoon als je het beste wil kunnen ontspannen tijdens het rijden, moet je navigatie. What the fuck doe je? Ik kan die niet afslaan. Of wil die niet ook afslaan? Oh, wacht. Laat maar. Ik denk al. Wil die nou dat ik afslaan? Ik kan niet afslaan. What the fuck? Maar goed, weet je, je moet eigenlijk gewoon. Als je ontspannen wil rijden, moet je dat niet op Europa 2 doen. Moet je dat eigenlijk op United States doen. Want daar zitten vaak maar 100 mensen op. En ja, over heel Europa verdeeld. De kans dat iedereen tegenkomt is best klein. En nou is dit Europa ook op schaal van 1 op zoveel. Maar dan nog, Europa is Europa. En 100 mensen in heel Europa, of het nou waar en groot of niet is, maakt ook niet zoveel uit. Ik speel sowieso het liefst op multiplayer. Alleen aan de andere kant. Ik ruik heel graag in Spanje en dat zit nog niet in de standaard map. Ik vind eigenlijk de volgende DLC moet Viva España worden. En de tunnel van Bielsa moet erbij. Want dat is een geweldige weg om overheen te rijden. Gewoon alleen die klim al, dat is een tunnel. Die is gewoon 1800 meter hoog in de Pyreneeën. Dat is gewoon de grens. Aan de ene kant ga je erin en dan is Frankrijk. En je komt eruit. Oh, kut. In de ankers. Ik zie het gelukkig op tijd. Maar aan de andere kant kom je eruit en dan zit je in Spanje. Dat is heel gek. Tegelijkertijd ook heel vet. Maar ook gewoon die weg ernaartoe. Stijl omhoog. Echt stijl. Scherpe bochtjes. En dan kom je die tunnel uit en dan is het net zo stijl, net zo scherp, net zo gevaarlijk weer terug naar beneden. Die tunnel moeten ze toevoegen. Of in ieder geval op de truck sim map, want dan kan ik hem rijden. Ik wil gewoon die tunnel rijden in dit spel. Gewoon... In het echt mogen daar eigenlijk geen vrachtwagens door, volgens mij. Die moet een andere grensovergang pakken.
Maar dan nog, weet je, deze map is ook niet 100% correct, maar... als ze een Spanje DLC toe gaan voegen, wie wij in Spanje of maakt... Ja. LUL! What the fuck? What the fuck? Dit kom je dus ook tegen. Is mijn vrachtje oké? Nee. Mijn vrachtwagen ook niet. Maar goed, als ze nou een Spanje DLC gaan doen, what the fuck was dat? Als ze een Spanje DLC gaan doen, moet er in ieder geval zo'n... Ja, zo'n soort grensovergang komen. Gewoon dat je met een tunnel... Heel hoog in de bergen, steile bochtige weg er naartoe. En dan met die tunnel en dan steile bochtige weg weer naar beneden. Gewoon aan beide kanten stijl, scherpe bochtjes. Dat je echt gewoon constant in de remmen moet. Dat vind ik het vetst. Ja, motorrem gebruiken hè, in de vrachtwagen. Spaart remmen uit. Of de retarder op je versnellingsbak of zo. Ik weet niet of die ding een retarder heeft eigenlijk. Zit hij op zijn goede baan? Ja. Rijdt er een no, ik mag hem. De Franse auto's wordt ook zoveel gezeken tegenwoordig. Denk ik, wat is er mis met die dingen? Ik bedoel... De Fransozen zijn wel verantwoordelijk voor de beste auto ooit, de Renault 5. En daar zijn ook weer de meningen zwaar over verdeeld. Nee man, en zeker die turbo is geweldig. Gewoon die Renault 5 turbo. Ja, de gewone ook al hoor. Maar zeker die turbo. Magnifiek. Geweldig bakkie. En ik ga er zelf ook in kopen. Geen turbo waarschijnlijk. Die kan ik niet betalen, maar... En in principe, als ik mijn auto theorie heb, dan mag ik van bepaalde aanschaffen. Dat die rij klaar is tegen de tijd dat ik mijn rijbewijs heb. Dus dat geeft natuurlijk ook weer nieuwe motivatie. En ga ik er een video van maken dat ik hem ga kopen... Nee, maar ik ga er wel een video van maken als ik hem heb. Want die auto, of ik pak die in Breukelen, of ik pak die in Naarden. Maar mijn pa moet hem toch terugrijden. En mijn pa wil niet met zijn gezicht op internet. Dus dan doen we het maar gewoon als hij uiteindelijk goed en wel in de garage staat. En dan laat ik jullie even de auto zien. Ja, weet je, het is... Als mensen niet met hun gezicht op YouTube willen, ja, dan kan ik het ook niet forceren, weet je. Dan kan ik ook niet zeggen van, ja, je moet. En het is nou niet bepaald dat ik 100% zekerheid heb dat als ik besluit te wachten totdat ik mijn rijbewijs daadwerkelijk heb. Of nee, totdat ik 18 ben zelfs en hem gewoon zelf kan gaan halen. Ik heb dan geen zekerheid dat hij dan nog beschikbaar is. Want het kan best wel eens zijn dat iemand hem gewoon voor mijn neus weghaalt. Weet je, het is een schakelbakkie, geweldig autootje. Mijn pa heeft er vroeger ook één gehad. En nou vraag je misschien al van, waarom wil je zo'n auto hebben? Nou, mijn buurman... Die restaureert oude auto's. En niet per se alleen uit de jaren 80 of uit een tijdperk. Maar die restaureert gewoon alles wat oud is en een auto. Punt. Dat is gewoon, dat zijn zijn specificaties. Het moet een auto zijn. En hij moet van, ik geloof, voor 2000 zijn of zo. Dan doet hij dat wel. Of ja, ze moeten een beetje status hebben. Die hebben ook zo'n Volkswagen, zo'n hippiebus gerestaureerd. Maar ook een Renault 5 Turbo. En toen hij die zo voor zijn garage had staan. Gewoon open en bloot, buiten. En toen zat ik nog op school. En ik kwam daar gewoon elke dag met de fiets langs. Want nu van mijn werk ook van de andere kant. Maar dan kwam ik elke dag langs. Ik kon alle hoeken van die wagen zien. En dat was voor het eerst in mijn leven dat ik echt gewoon stikjaloers op iemand was. Gewoon, ja. Weet je, ik ben altijd wel een beetje van... Ja, ik wil dat eigenlijk ook wel hebben, maar... Dat was voor het eerst in mijn leven dat ik echt gewoon...
gewoon echt jaloers op iemand. Dat is gewoon, ja. En er is een verschil tussen trouwens. Hè? Zo van, bijvoorbeeld iemand, bijvoorbeeld een collega van je koopt nieuwe velgen voor onder zijn auto. En dan, wil jij ineens ook nieuwe velgen omdat hij die heeft. Maar dat is gewoon echt, ik wou gewoon die Renault hebben. En ook gewoon mijn rijbewijs erbij. Ja, had dat even eerder gezegd. Want nou kon ik niet meer in de ankers voor dat benzinestation. Ik ga letterlijk gewoon een lege tank halen nu. Denk ik. Koop ik niet. Ik heb nog 350 kilometer te gaan. En zuinig rijden, daar doen we niet aan. Even kijken, wat rijden we? Oh. Op 2,5 ongeveer. Ik weet niet. Ik ga het net niet halen, deze tank. Echt net niet. Nou, ik ga het zeker niet halen, deze tank. Mijn actieradius gaat sneller naar beneden dan het aantal kilometers dat ik nog moet. Oh, dit wordt krap, jongens. Dit wordt krap. Over 200 kilometer moet ik een pompstation vinden. Dat moet. Want anders dan sta ik leeg. Ik krijg volgens mij gewoon 1 op 1 nu. Ja, ik krijg gewoon 1 op 1. Is niet goed. Als ik binnen 60 kilometer geen pompstation vind. Is dat een pompstation? Ben ik gered? Oh god. Nee, dat is geen pomp. Kut. Binnen 50 kilometer moet er een pomp zijn. Kan gewoon niet anders. En weet je, ik kan nou ook niet meer terugrijden. Want dan haal ik ook niet meer. Ik ben zo een beetje voorbij die point of no return, weet je. Ik had in die tunnel gewoon... Ik had hem eens achteruit kunnen zetten en gewoon hoppa achteruit de pomp in gaan rijden. En dan ook weer even een knap staaltje rijskills kunnen vertonen, maar... Heb ik niet gedaan. Dom geweest. Dat was even... Zeker geen pompstation meer. Misschien... Nee man. Ik weet niet wat er gebeurt als je leeg komt te staan in Eurotruck. Ik kwam nog nooit leeg te staan, maar... Ik denk... Ik ga dit niet halen. Dit ga ik niet halen. Nee, ik ga hem leeg rijden, klaar. Er zit nou niks anders op. Ik kan proberen om op zo laag mogelijk toerental te houden. Oh, nou heb ik wel wat extra afstand erbij gekocht hoor. Oh, nou moet ik gewoon sloom gaan rijden. Als ik nou eens een 6 zet. Dan rijdt hij lekker zuinig hoor. Oh man. Ik zit nou echt gewoon. Echt naar die liters te staren. Hij zegt 200 meter. Oh gelukkig. Gelukkig.
is dat ik weet dat God niet bestaat. Anders zou ik meteen naar de kerk zijn gelopen. Heilige stront. Dat was echt op het nippertje. Ik had gewoon 20 liter over en dan... Nee man, wacht even. Ho, stop. Ja, ik had gewoon 21 liter over van de 800 die er in die fucking tank kunnen. Hoe kan dit? Dan heb je echt veel geluk. Als je dit gewoon... What the fuck? Echt veel geluk. En ik ben gewoon nou al gewoon 3 liter kwijt. Ik weet eigenlijk niet wat de cilinderinhoud van mijn motor is. Ik denk er maar eens even gaan pitten. Het is precies nacht dat ik wakker word. Ja hoor. Nou, fuck it. Ik heb er gewoon nou alweer 8 liter doorheen en 9 liter doorheen geknald. Fuck. Oh ja. Trailer. Zwaar ook, ja. Oeps. En we zijn in Hongarije. Het land waar ze fucking lange woorden hebben. Het land waar het woord ik geloof ik uit iets van 20.000 letters bestaat of zo. Nee, maar even serieus, dat was echt een gelukstreffer. Echt niet normaal. Ik zit er altijd naast als ik blind schakel. Oh, daar is ook... Ik had ook gewoon kunnen zeggen, maar weet je wat? Ik ga gewoon doorrijden, kijken of er nog een pomp komt. En er komt gewoon nog een pomp. Ja, ik rijd goed op deze rijstrook, maar goed. Hij doet dat niet. Oh. Echt geluk gehad, jongen. Ja, nou nog 200 kilometer te gaan. Echt een gelukstreffer, jongen. Het allervetste zou natuurlijk zijn als er gewoon 2000 liter in zo'n tank gaat. Wel gelijk fucking veel geld kwijt na het tanken, maar goed. Dat was echt een gelukstreffer, jongen. Echt niet normaal. Ja, dat is het lullige als je gewoon vol in de ankers gaat. En 1500 toeren. In z'n vier. Hoppa. The fuck? Skipt hij gewoon de nacht of zo? Ik snap dit niet. Wat is er gebeurd? Volgens mij skipt hij de nachten op deze server. Dat is wel super chill. We moeten alle tijd synchroon lopen of zo. Ja, zoiets zal het wel zijn. Het werd ineens lichter. Ik denk van, oh, oké, prima, ja.
fucking middag. Waarom zou ik mijn licht aan doen? Zo. ...140 kilometertjes. En dan zijn we er weer klaar mee voor vandaag. Tenminste voor deze vracht. Ik ga nog wel even door met streamen, denk ik. Want ik vind het nog leuk zat. En nee, dit wordt geen 12 uur durende stream of zo. Ofwel. Weet je, zolang ik nog zin heb om te rijden, blijf ik gewoon streamen. Oh ja, en zolang mijn ouders nog niet op hun nest liggen, blijf ik ook, ja, weet je, livestreamen als in Eurotruck, dat maakt ook niet zoveel lawaai. Maar het is wel vrij laat in de avond natuurlijk. Oh. Gelukstreffer, jongen. En daar ook gewoon weer een pomp, hè. Maar die had ik gewoon echt niet kunnen halen. Zo, ik heb er nou al gewoon dik 100 liter doorheen gejaagd. Het allervetste zijn als ik dan vanaf waar ik nu eindig in dat ene stadje in Hongarije, dat ik dan naar Duisburg kan. Dat ik gewoon even op deze stream gewoon even die file kan laten zien, weet je. En ja, ik heb er al eens in gereden. Ik weet hoe erg het is. Je moet geen dure, zware vracht. Je moet echt, als je Duisburg uit wil en er geld mee wil verdienen, moet je gewoon een goedkoop kutvrachtje pakken. Maar ik raad je af om met een trailer Duisburg in te gaan. Dat raad ik echt zwaar af. Dat moet je gewoon echt niet doen. Zeker niet op Europa 2. Als je op Europa 3 zit, dan gaat het nog wel. Weet je, dan is het ook druk. Maar dan gaat het nog wel. Maar als ik nou Duisburg binnen zou rijden, ik zou gewoon 2 FPS hebben. Want het is niet alleen druk qua verkeer, maar er zijn, omdat er zoveel vrachtwagens zijn, zijn er zoveel polygons die moeten worden gerenderd. Zoveel particle effects. Dat is zoveel berekeningen per vrachtwagen die moeten worden gemaakt. Je krijgt echt zware lag als je daar rijdt. Ik krijg daar zware lag met mijn i7 en mijn 1060. Dan draai ik dit spel wel op 4K in principe. En dan downscalen naar 1080p. Maar als ik hem gewoon naar 1080p zet, maakt niet uit. Ik heb nog steeds zware lag. Dus mijn laptop zou Duisburg niet kunnen draaien. Ik heb ook een laptop voor school. Met een mobiele versie van de kutste van de op één na kutste kaart die Nvidia ooit heb gemaakt. 6 gigram. In theorie kan die GTA 5 draaien. In de praktijk kan die dat niet. Maar op papier kan die het. Oh! Ik ga maar eens even terug naar z'n 4. Terug naar z'n 3, want ik mot hier omhoog. Het zenuweert een ton achter me. Weet je, ik heb al die 1% schade, maar weet je, ik krijg er tonnen wat moenies voor. We hadden maar 50 kilometer te gaan. Nice. Eens 4. Bandzuinig rijden. Zo, ik heb er gewoon bijna 200 liter alweer doorheen gejaagd in die 200 kilometer. Ik rij echt gewoon 1-op-1 in dit ding. Dat kan niet anders. Maar hij zegt toch wel dat ik nog bijna 2000 kilometer op die tank kan rijden. Ik snap sowieso niet hoe je... Ja, ik ga dus echt niet half gas geven, hoor. Ik moet gewoon vol gas rijden om dit ding überhaupt rollen te houden. Maar goed, met die 4 assen vooraan en 4 assen achteraan. Oh, hey! Ik had nog niet eens gezien dat iemand kijkt. Als je nog kijkt, en al Chris Games. Ik heb een custom build PC. Met een i7 4790. Een GTX 1060. 12 gigram. Wat zit er nog meer in dat ding? Even denken hoor. Wacht even. Wat was mijn moederbord nou? Een B85M geloof ik. Van Gigabyte. Dacht ik dat het was. Ik weet het niet helemaal zeker.
meer, maar volgens mij was het een B85M. Voeding is gewoon 460 watt. Ik kwam gewoon bij de behuizing. Super chill. Meer heb ik ook niet nodig. Ja, ik ga wel binnenkort een 500 watt erin pleuren, maar... veel meer dan die 460 heb ik momenteel nog niet nodig. Harde schijven zijn 2 Kingston Barracuda's. Want die vind ik gewoon geweldig. En ik heb het allemaal in de behuizing zitten uit 2002. En die voeding kwam bij de behuizing waar die voorheen in zat. Wat even een leuk weetje. De behuizing waar die nou in zit is niet de originele. Want die was te klein. Voor mijn nieuwe videokaart. Nice. We zijn er. Hop. Mogen hier maar 50. Denk ik. Geen idee hoe hard we hier mogen. Het is Hongarije. Ben ik nog nooit geweest. Zowel in het echte leven als in Eurotruck. Nou, dat is ook niet waar. Want ik ben 1 keer in Debrecen geweest. Gewoon even zenuwachtig ton erachter hangen. Maar ik heb ook gewoon... Weet je, die PC die heeft me... in totaal 1300 euro gekost of zo. Maar er zat voorheen zat er een i3 4330 en een 750 Ti zat erin. Dat was de originele configuratie. Met voor de rest was het allemaal hetzelfde. Alleen toen had ik gewoon vorig jaar in mei denk ik van, weet je wat, ik ga mijn PC upgraden en mijn 800 euro gekost. Dus waar moet ik hier zijn? Hoppa, even tegen die achterels aan. Ga ik hem inparkeren? Ja, ik ga het in ieder geval proberen. Oh. You're in for a wild ride. Ja, dan zit ik tegen die vangrail aan. Wacht even. Nou ga ik even moeilijk moeten doen hoor. Want ik kan op dat terrein zelf kan ik niet draaien. Dus. Oh, dit is echt. Ik ga het ook gewoon in first person view proberen. Ik heb mensen het vaak genoeg zien doen, maar deze trailer is nogal lang. Ik moet ook rekening houden met die fucking zwenkas. Oh. En met mijn eigen trekker. Nee, heb ik hem nou... Nou is hij stilgevallen. Ja, dat wordt lekker steken. Nice, leuk, geweldig. Ik ben ook zeg maar zo'n bosmarmot die het gewoon stug in first person doet. Sowieso nog even. Oh, ik sta nog scheef ook. Goed, ik moet sowieso nog een keer steken naar de overkant van de weg. Oh. Dit is nice. Eens achteruit. Alleen het leuke is, iedereen die nou tegen mij aanrijdt, ik zit nou niet in de non-collision zone. Whoops. Ja, dat is mijn stuurtje, die maakt nogal veel lawaai. Ja, met je klote actros ga even uit de weg. Dat is even niet echt handig dit. Keertje naar voren en 1 keertje naar achter. Zeg maar 1 keertje naar voren, een beetje naar rechts. Zo, hoppa. Zo, nog even 1 keertje steken. En ik... Whoops. Sorry. My bad. Oké.
befaamd gamer, maar ook een befaamd vrachtwagenchauffeur. Als het goed is, heb ik hem nou. Is nou stilgevallen, serieus. Ik denk, zeg maar... Gewoon zo, en nou naar achter blijven rijden, en dan uiteindelijk... Curtium, nog steeds niet goed. Nice. Zo. Zo. What the fuck. Dit was toch eens even een job, man. Dat was even niet normaal. Kan ik hier nog een trailertje pakken? Freight Market. Van Pax naar Bremen. Dat is al wel meer de goede kant op. Waar is dat is Dortmund, Osnabrück, Kassel, Frankfurt, Düsseldorf, Duisburg. Het is wel de goede kant op, maar nog een beetje ver. Ik denk dat ik eens even naar Slowakije ga. Of ga ik dit naar Oostenrijk? Alleen kan deze... Ja, geen LZV natuurlijk. Wel jammer dat ik nou niet in Zweden zit, weet je. Curtain slider platform. Welke is het meest aerodynamisch? Deze. Confirm. Ik denk dat ik met de peertjes naar Slowakije ga. Take job. Dan gaan we dat maar gewoon eens even doen. Waar staat hem? Ik ga gewoon eerst even kijken waar die staat. Mooi. Whoops. Nog even die trailer koppelen en we zijn klaar voor vertrek. En wegwezen. Ik heb ook gewoon zo'n fucking heavy duty Volvo. Oh, dit draait lekker licht, jongen. Het is echt niet meer normaal. Altijd geweldig, zo'n lekker licht. Dan heb je net een zwaar vrachtje vervoerd. Het rijdt dan zwaar en dan moet je met koppeling gaan spelen. En dan moet je met gas gaan spelen en de remmen gaan spelen. Dan moet je al matige ABS-manoeuvres uitvoeren en zo. En al die technische shit. En dan heb je zo'n lekker licht trailertje achter je. En dan trap je gewoon het gas in. En je knalt even met 170 naar Slowakije. Geweldig. Dat is... Ja, en hier mag ik 80. Maar heb daar gewoon dikke vette seks mee. Want ik rij 180, als ik niet erg vind. Ik weet die vrachtwagens in de American Truck Simulator. Die kunnen gewoon 180. Als je het omrekent. Dan, hè, dat is gewoon... 110 mijl per uur, maar dat is zo ongeveer 180 km per uur of zo. Ik weet niet precies hoeveel het is. Ik weet alleen dat 1 mijl, dat dat 1,6 of zo is. Dat 1,6 km, dat die verhouding ongeveer is. Oh! Nee, nee! Nee! Op zijn kant. Ja hoor. Trailer is zwaar beschadigd. Geweldig. Ik kan gewoon een blooper reel gaan maken van deze stream. Hoppa, op zijn kant. En de vertraging zit er ook zo op dat ik bij de stream monitor precies kan zien nu dat ik op mijn kant ga. Even mijn vrachtwagen repareren. Zo, al gewoon gelijk de helft van de dikke moenies van de vorige trailer kwijt. Even de GPS erbij hoor. En we zijn weer terug bij af. Geweldig. Weet je, dit is altijd weer zo. Zo, ik ben al gewoon een uur aan het streamen, jongen.
gewoon niet meer normaal. De langste stream die ik ooit heb gedaan was 1,5 uur. En dat was op een oud kanaal van me. Dat is ongeveer 1,5 uur en dat was GTA 5. En ik ben letterlijk gewoon 1,5 uur bezig geweest met uitvogelen van hoe ik het bomluikje van een vliegtuig moet openen. Dat nam letterlijk gewoon een derde van die stream in beslag. Dat was echt super chill. Ja, en dat oude kanaal is tot bijna de 50 abonnees gegaan. En dan denk je, waarom ben je nou opnieuw begonnen? En ik bedoel, waarom? Nou, omdat het kanaal Engelstalig is en dat kan ik gewoon echt niet meer. Ik heb het ooit gekund. Ik snap het nou niet meer dat ik het ooit heb gekund. Het is nou echt, ja... Maar dat is ook gewoon weer omdat niet alleen maar Engelstalige video's maken gewoon voor mij nu heel moeilijk is. Het is ook gewoon te veel nadenken. Ik kan de grappen zijn... Zeg maar, grappen die ik bedenk zijn veel minder leuk in het Engels. Maar het is ook gewoon dat veel Engelstalige kijkers dan, dat zijn Amerikanen. En die zijn veel sneller beledigd dan Nederlanders. Heb ik al gemerkt. En dat lopen mensen vaak te zeggen van op Amerikanen te lachen. Maar het is vaak gewoon echt zo. Dat je bijvoorbeeld hier in Nederland iets zegt wat gewoon tot op zekere hoogte... Ja, dat nog net kan, weet je. Van, dan zijn er al mensen die je een beetje beledigd voelen. Maar het kan nog net. Nou, als je dat in een Engelstalig filmpje zegt, dan word je gewoon gelinched. Dat is heel raar. Dan, gewoon als ze die grap gewoon tegen je vrienden maakt, dan lachen ze erom. Tegen je ouders word je gewoon naar je kamer gestuurd. Niks aan de hand. En dan zeg je het in een Engelstalige video en dan zijn er een paar Amerikanen heel boos op je. En dan denk je, wat is daar erg aan? Nou, helemaal niks. Maar goed. Ik bedoel, het is... Nee, maar het is gewoon heel moeilijk om Engelstalig YouTube te doen. Ik heb het 2,5 jaar volgehouden. En dan denk ik, fuck it, ik ga gewoon lekker terug naar Nederlands. En nou merk ik echt dat het gewoon veel natuurlijker is om gewoon een video te maken. Of om te gaan streamen of zo. Want op de oude kanaal was er gemiddeld... Het gemiddelde was 0,8 video per week. Dat was de upload rate. Gewoon heel erg... Niemand wist wanneer er iets geüpload zou worden of er iets geüpload zou worden. En nu in principe, ik kan bijna dagelijks uploaden. Ik doe het niet. Ik zou dagelijks kunnen uploaden in het Nederlands. Of in ieder geval dagelijks iets kunnen doen. Dus bijvoorbeeld of een video of een klein streampje als ik weinig tijd heb. Maar ik ga... Kijk, ik doe het niet. Niet dagelijks in ieder geval. Omdat ik gewoon vaak... Ik heb nog steeds wel eens van die dagen dat ik gewoon niet in de stemming ben om YouTube te doen. Dat is gewoon iets aan mij. Als ik niet in de stemming ben om YouTube te doen, kan ik geen YouTube doen. Klaar. Maar omdat Nederlands YouTube makkelijker is, is het nu ook makkelijker om gewoon even dat spel op te starten. Gewoon even die camera op mijn gezicht te richten. Gewoon even op die knop te drukken. Gewoon even te doen. En dan de eerste 5 minuten zijn flut. Maar daarna heb je het te pakken en dan de rest is gewoon een geweldige video. En in het Engels heb ik dat niet. In het Engels duurt het soms, sommige video's, dan kon ik het eerste 1/2 uur kon ik gewoon weggooien. Omdat dat gewoon niet leuk was om naar te kijken. Er waren misschien 2 dingen en dat was dan toevallig omdat ik met mijn vrachtwagen keihard tegen een paaltje aanreed ofzo. Van die domme acties. En die kon ik dan houden, maar de rest was gewoon stront. Maar nou in het Nederlands heb ik na 5 minuten of zo, of soms 10 als ik echt even denk van, moet ik weer een video op gaan nemen. Maar ja, dat had ik 3 jaar geleden ook toen ik voor het laatst Nederlands YouTube deed. Dat heb ik echt, ja, toen heb ik 3 jaar geleden heb ik voor het laatst een Nederlandstalige video geüpload. En dat was om te zeggen dat ik ermee ging kappen en een nieuw Engelstalig kanaal ging beginnen met een link in de beschrijving. Die video bestaat nu ook al niet meer, dat hele kanaal bestaat al niet meer. Maar dat is 3 jaar geleden. En ook toen was het natuurlijker. Maar ik denk zo van... Maar toen kreeg ik heel veel vrienden in Engeland. Heel veel vrienden in Amerika. Werd ik wat bekender in de No Limits community. En die is toch gewoon echt Engelstalig. Dus ik denk van... Waarom ga ik dan niet in het Engels YouTube doen? En ik denk zo van... En toen heb ik dat gedaan. En na een tijdje... Werd het hem gewoon niet meer zo.
Weet je, ik dacht altijd dat het lag aan het feit dat ik gamen niet meer zo leuk vind. Maar ik vind gamen nog gewoon best leuk. Ik vind niet meer dezelfde spellen leuk als waar ik mee begon. Want toen, waar ik mee begon, en daar zag ik laatst een screenshot van mijn bureaublad van vroeger. En dat was nog op mijn oude scherm. En die heb ik nog steeds, dat scherm. Daar, die gebruik ik nu als monitor voor de stream. Daarmee monitor ik de transmissie, eventuele frames die worden gedropt, de bitrate en zo, de kwaliteit van elke frame. En natuurlijk ook gewoon zit ik de stream terug te kijken in die, weet je, in de creator studio. Want dan kan ik zien of er iets fout gaat of zo, of er artifacts komen of dat stream gaat laggen. Want ja, als je geen kijkers hebt, dan kan niemand dat even tegen je zeggen. Dat vind ik heel onhandig, maar nee, ik weet niet of ik nog kijker heb. Ja, boeien, ik ga gewoon door. Maar zag ik een screenshot van. En waar ik mee begon, ik begon met Minecraft, Rollercoaster Tycoon 3, met custom scenery, dus ik kon er wel veel meer mee doen dan standaard. Een gekraakte kopie van BeamNG Drive, versie 3.6.9, dat weet ik nog, of 3.9.6, maar ik weet nog de exacte versie. Een gekraakte kopie van Shift 2 Unleashed, want toen mocht downloaden nog, was 2014. Was vlak voor het downloadverbod. En verder misschien nog wat gratis games via Steam. Maar dat was alles wat ik had. En het was genoeg. Het was genoeg om een klein Nederlands kanaal op te doen. Maar ik heb nou veel meer games. Ik heb, oh ja, en ik had nog een gekraakte kopie van Eurotruck. Dat had ik toen ook. Alleen toen heb ik uiteindelijk kreeg ik een baan, ging geld verdienen. Heb ik heel veel games gekocht. En nou zit ik vaak, en dat is nou mijn bottleneck, dat ik te veel games heb. Dat ik niet kan beslissen wat ik ga opnemen. Dat is nog, eigenlijk nog irritanter dan, ik heb geen zin om op te nemen, maar ik ga gewoon maar even Forza Horizon 3 doen. Ik neem dat als voorbeeld, want het is eigenlijk gewoon het game dat ik het meest gespeeld heb op dit kanaal. Maar ik heb nou vaak gewoon, zit ik te denken van, ja, ik wil een video maken, maar van wat? Wat ga ik doen? Welk spel ga ik starten? Welk spel ga ik opnemen? Wat ga ik doen? Daar zit ik nou te vaak mee. En weet je, het is, ik ben er wel heel erg blij mee. Ik ben echt heel blij dat ik zo ver ben gekomen in het leven. Gewoon met zo'n grote game library. Zo'n lange friendslist. Ik heb echt heel veel mensen ontmoet via Steam. Heel veel mensen ontmoet via YouTube. Ik heb heel veel mensen ontmoet via de No Limits community. En ik ben echt, Ik had eigenlijk nooit gedacht dat ik dit zou halen. Dat ik gewoon zo, ik weet eigenlijk niet hoe ik dit moet zeggen. Maar aan de ene kant ben ik heel blij dat ik dit bereikt heb. Maar aan de andere kant denk ik soms nog wel eens terug aan die tijd van, ik had 4 games, misschien 5. En dat was alles wat ik had. Dat had ik. Meer had ik niet. Maar het was genoeg. Ik heb Shift 2 Unleashed, heb ik gewoon in een paar weken tijd, heb ik gewoon 3 keer helemaal van begin tot eind uitgespeeld. Met 1 wagen. Ja, oké, voor die speciale klasses dan, zeg maar voor muscle en zo, niet meegerekend. Maar de doodgewone touring car races heb ik allemaal met 1 wagen gedaan. En dan steeds weer een verschillende. Steeds weer een andere. Die heb ik gewoon geüpgrade van Modern D naar Modern C, naar Modern B, naar Modern A, naar Works. En zo. En ja, dat heb ik zoveel gegrind. Ik heb BeamNG Drive helemaal plat gemold. Echt, dat ik, Dat mijn PC het uiteindelijk gewoon niet meer aankon. En toen was het nog een i3'tje en een 750. Ja, dat mijn PC het gewoon niet meer aankon om een van de eerste versies van BeamNG Drive te draaien. Dat was gewoon te gek. En nu heb ik de gekochte versie. Nu heb ik de allernieuwste versie. En ik heb het in totaal 5 uur gespeeld. Dat is er nou aan de hand. Omdat ik zoveel games heb, vergeet ik vaak de leukste games. En ik zit nou gewoon, heb ik al een uur en 10 minuten Eurotruck gespeeld. Maar Steam geeft aan dat ik 38 uur Eurotruck heb gespeeld, volgens mij. 38, 39 uur, misschien 40 nu. Ik weet niet precies wat hij zegt.
Maar dat is sinds ik hem gekocht heb op Steam. Maar daarvoor heb ik ook echt al 100 uren erin gestoken. Want vroeger kon ik nog grinden. Vroeger had ik niet de verleiding om gewoon even een ander spel te gaan doen. Ik heb nu soms wel eens gaming sessies van 3 uur en dan heb ik 8 games gespeeld. Dan speel ik 20 minuten Quake. Speel ik even... Dan zijn het wel, zeg maar, allemaal binnen hetzelfde genre. Speel ik even 10 minuten Quake. Want dat is een spel dat heel snel opstart en afsluit. Dat is eigenlijk mijn enigste vereis van een spel. Ja, een van, zeg maar... dit zijn mijn vereisten van een spel. Het moet er goed uitzien. Dat is 1. En dat is nog niet eens een vereiste, maar dat zie ik. Ik weet je, het oog wil ook wat. Een spel, ik heb gewoon graag dat hij er goed uitziet. En dan niet per se hyperrealistisch, super high graphic of zo. Weet je, ik vind Euro Truck, ik vind dit er goed uitzien. Maar alles klopt, zeg maar, alles klopt. De graphics kloppen, alles wordt correct gerenderd. Het ziet er afgemaakt en gelikt uit. Dus dat is 1, het moet er gewoon goed, correct, een beetje gewoon mooi uitzien. Het moet werken, het moet goed werken, het moet gewoon, de controls moeten kloppen, het moet lekker aanvoelen. En daardoor moet het ook niet al te moeilijk zijn, want ik ben best wel een casual als het daarop aankomt. Ik heb Forza Horizon 3 heb ik echt al best lang en ik heb dit totaal 14 uur gespeeld ofzo. Maar ja, dat is. Ja, die 14 uur heb ik gewoon geweldige lol gehad. Daar niet van. Ik ben niet iemand die 1000 uur in een spel kan steken. Ik kan dat. Ja, ik zou het kunnen. Maar dat moet wel een heel goed spel zijn. Dat echt constant nieuwe shit krijgt. Ik heb 117 uur op Planet Coaster. Dat is mijn record. En nog één ding van een spel. Dat is ook weer niet echt een vereiste. Maar dat is gewoon iets dat ik graag zie. En dat is dat een spel gewoon snel opstart en afsluit. Dat als ik gewoon zeg maar. Dat als ik 20 minuten tijd over heb, dat ik gewoon eventjes een potje kan doen. Gewoon dat ik, en dat heb ik zeg maar met Quake. Gewoon als ik even 20 minuten tijd heb, dan ga ik gewoon even 20 minuutjes knallen. En daarna druk ik op leave game en dan is het spel afgesloten. Klaar. Dan gaat hij terug naar het bureaublad of wat er ook op de achtergrond draait. En is het spel afgesloten en het is klaar. Dat je niet... Eerst nog een heel opstartfilmpje en een laadscherm van 10 minuten door moet. En bij het afsluiten ook hetzelfde verhaal heb. En bij sommige games hoort het er gewoon bij. Zeg maar Battlefield. Battlefield 1 die start ook vrij snel op, vind ik. Battlefield 1 is ook niet bedoeld om even 20 minuten te doden. Maar dan heb je soms wel eens games en dat zijn dan reboots van... geweldige franchises die gewoon gemaakt zijn om gewoon, die in mijn ogen dan, hè, gemaakt waren om gewoon eventjes 20 minuten wat stress kwijt te raken. En daar zit nou een 10 minuten cutscene aan voordat je überhaupt een spel kan gaan spelen. En dat vind ik soms ook een beetje, ja, oké, prima, maar ik heb maar 20 minuten om dit te spelen, hè. Ja, dan kan je het beter nu gaan afsluiten, want dan kan je weer 10 minuten naar een cutscene kijken die je dan niet kan skippen. En ik kwam laatst een spel tegen dat een altap beveiliging heeft, zodat je de cutscene wel af moet kijken. Ja, dan is het gewoon heel simpel. Als ik geen tijd heb om die cutscene af te kijken, zet ik gewoon mijn computer uit. Dan slaat hij het maar niet op. Nee, maar het is gewoon, dat zijn alle eisen die ik heb aan een spel. En het moet gewoon een leuk, goed spel zijn. En als er lootboxes in zitten, je zou je misschien verbazen. Word maar boos, ga maar ragen. Maar ik heb niks tegen het principe van lootboxes. Het is alleen hoe ze nu worden gebruikt. Dat is gewoon. Maar lootboxes... moeten horen zo te zijn en volgens mij zijn ze ook bedoeld voor extra's voor het spel. Dat je zonder die lootboxes gewoon het spel kan spelen net zoals ieder ander. Maar dat je die lootboxes dat je die kan kopen, maar dat je ze in principe ook wint als je goed genoeg bent. Alleen in principe nu is het lootboxes die moet je kopen en als je heel goed bent, heel goed, dus 1500 kills in 1 minuut haalt, dan krijg je een lootbox met de kans op een item
dat misschien 20 cent waard is of zo. Als er ook nog een geldsysteem aan verbonden zit. Maar dat is niet wat lootboxes horen te zijn. Lootboxes horen extraatjes te zijn die je... die je gewoon als award voor je goede daden wint. Alleen nou zijn vaak lootboxes gewoon fundamentaal voor het spel. Zonder die lootboxes kan je het spel dan niet spelen, soms. Dus niet altijd. Ik bedoel... ik ben niet zo iemand waarvan mijn enige bron 9-gag is. Waarom krijg ik 90 XP voor parkeren? Ah! Ik ga maar gewoon even... Ik wil die 15 XP. Ik ga maar gewoon eventjes... let's play it safe doen. En ja, er zijn mensen die zelfs dat niet lukt. Nou, walk of shame. Het is mij één keer niet gelukt in American Truck Simulator. Ja, lul die je bent. Ik ging op mijn kant. GPS had me wel even mogen waarschuwen. Maar goed. Normaal gesproken is het altijd wel excellent, die jobs. Maar volgens mij heb ik het vandaag gewoon niet. Goed, ik ga er nog eentje doen. Denk ik. Misschien nog een tweede, maar eentje sowieso. Gewoon even een korte 300 kilometer of zo. Denk ik dat wel een leuke is. Freight market. Want ik ben ook al best lang aan het streamen. Ik wil eigenlijk wel een beetje over mijn record heen. Naar Polen. Ik wil eigenlijk wel wat meer richting Duitsland. Dus Wenen is de juiste kant op. Dat is 430 kilometer. Kan ik een andere trailer selecteren? Ja. Want dit vind ik een grappige trailer. Naar Wenen. Die was het, hè? Sorry. Maar kunnen we ook net iets verder naar Salzburg of zo? Of Linz, bedoel ik. Nee, dat kan niet. Of we moeten naar Bremen. Maar die is veel te lang. En die ga ik sowieso ook niet doen. Het is gewoon letterlijk... Ja, ik kan deze even doen binnen dezelfde stad. En dan kijken of ik bij dat bedrijf nog een job naar Linz of naar Salzburg kan krijgen. Misschien kan ik wel door naar Stuttgart. Dat we eigenlijk wel een excellent hebben, weet je. Ja, ik heb een vrij rare manier van aankoppelen. Whoops. Dus eigenlijk zou iemand gewoon even tijd moeten steken in een 1-op-1 map van Europa voor Eurotruck. En toen viel die stil. Oh, het is letterlijk aan de overkant. Oké. En daar krijg ik dan 600 euro voor. Dat zou ik ook wel willen voor die 3 minuten werk. Nou, dan ga ik hem wel inparkeren, maar... Even kijken of ze hier nog trailertjes hebben. Hé, maar weet je, als ik nou naar de overkant was gereden zonder trailer... dan had ik geen geld verdiend hierop. Dus het is win-win. Where do you need it? Oh, nice. Ja, hier zijn we met die camera. Ik ga proberen om hem, zeg maar, eventjes te draaien hier op het terrein. En anders moet ik hem even achteruit gaan steken. Want hier kan ik niet achteruit het terrein opsteken. Oh, die staat er al wel nice voor. Ga je daar stilvallen? Serieus, klote Volvo. Oeps. Dus de trailer werkt, zeg maar, is wat starrer dan die andere, die allemaal zwenken als.
Zeg maar, de hoek aan... Zeg maar, de hoek van de trailer is ook de hoek van de wielen van de trailer. Dat was met die andere trailer niet. Wat doe ik nou fout? Nice! Zo, laat 600 euro maar komen. Nice, excellent. 91 XP. Dit was echt gewoon niks. Dit was echt gewoon een job van niks. Dus dan gaan we nou eventjes een trailertje pakken, denk ik. Even een trailertje pakken. We kunnen naar Debrecen. Naar Polen of naar Malmö. Nope. We gaan even ergens anders in deze kutstad kijken. Zijn er hier nog meer bedrijven? Ja, of ik kan die hele naar Oostenrijk pakken. Gewoon naar Wenen. Fuck it. Is toch de goede kant op. Kan ik dan vanuit daar naar Linz? En misschien hebben ze nou wel een trailer naar Linz. Naar Wenen. Wenen! Moet je eens naar de opera gaan, daar wenen ze ook. Broemtsch. Oeps. Is niet de bedoeling. Sorry. Hoppa. Let's do this. En zo dan. Is twee bandzuinig rijden. Deze trip ga ik weer moeten tanken. Hij zegt wel dat ik 2500 op het tanken rij, maar dat ken hij helemaal niet. Dus van ja, dan moet je ook een automaat gaan rijden. Wat nou weer? Godverdering. Nou, daar gaan we helemaal niemand tegenkomen, want we zijn alleen. Ja, ik ga nou ook niet het spel restarten ofzo. Echt serieus, man. Het is Europe 2. Ja? Europe 2. En daar word ik van gekikt omdat ik mijn koplampen niet aan heb. Ik van, ik zie nog zat. Van, ja, maar zij zien jou niet. Jawel! Het is nog gewoon licht. Met alle respect. Donkerder hoort het ook niet, want sneeuwmond. Ik zit echt te wachten tot ze die mond er weer af gaan halen, want het is echt een kutmond. Je hebt niet eens snow physics. Ik vond, als ik in de sneeuw rijd, dan wil ik dat mijn trailer ineens wegzakt, dat ik dat moet corrigeren ofzo. Maar nee. Sneeuw is gewoon wit gekleurd asfalt of gras. Of zeg maar waar het dan ook op ligt. Ik ga hier even tanken. Ik rij gewoon in zijn vijfde tankstation op. En daar zijn we weer aan het tanken. Jazeker. Het is gewoon 11 uur 's avonds nu. Ik moet dit vaker doen. Ik word natuurlijk weer op mij verhaald. Dat die Volvo die ik zelf heb gekocht en geüpgrade niet zo zuinig is. Altijd weer, hè. Heb ik weer. Alleen omdat mijn Volvo niet zo zuinig is, moet ik mijn eigen diesel betalen. Dus
Straks duikt de royalties al in, dan keurt hij helemaal geen euro 6 meer. Wat dacht je daarvan? Het is gewoon diesel met lood ofzo, of met roet ofzo, of met lood en roet. Of een combinatie van... Geen idee. Ik weet alleen tanden verstaan, ik heb geen idee wat de fuck dat erin zit. Oh, ga ik dit halen in zijn 5? Nee. Alleen voor zijn 4 is het nog, denk ik. Zijn 4 ook niet. Nou, net. Oh, dit is een lekkere weg, jongen. Als ik hier stilval, hè. Ik heb geen idee hoe de fuck ik moet redding trekken. Ik heb ook geen handremknop of zo geïnstalleerd. Ik duw nou vol het gas erop, hè. Oh, heerlijk weggetje dit. Er zijn twee plekken waar ik heel graag rijd. De Alpen en de Pyreneeën. Ik vraag me af hoe dat komt. Ik weet niet, maar het heeft gewoon iets te bergen, weet je. Ik ga er heel graag heen. Ja, ik ben ook zo iemand die niet de hele dag aan het strand kan liggen. Je moet in dezelfde versnelling naar beneden rijden als dat je naar boven rijdt. En nou wordt de diesel afgekapt. Gewoon de koppeling in en laten we hem free rollen. Als we hebben, spaart ook brandstof uit, hè. Ja. Maar ik weet niet, de bergen hebben wel een soort van een beetje een aantrekkingskracht. Op mij dan, hè. Ik bedoel, er zijn mensen die liggen gewoon graag de hele dag aan het strand. Maar ik ben afgelopen zomer naar de Pyreneeën geweest. Wees een mountainbike, hè. Letterlijk. En een paar geweldige paden. Heb ik nog hier, ik ben een GoPro gefilmd, dus ik kan even kijken. Ik heb dat allemaal nog. Dus ik kan gewoon even kijken of ik er een videootje van kan maken of zo. Ik ben niet echt wezen vloggen daar. Want toen deed ik nog Engels YouTube. Toen was ik nog niet kapitein Snurfjans. Toen was ik nog Cartwist from Minds Unleashed. Ik had gewoon echt letterlijk vlak na die vakantie feestgevuur gedaan voor mijn 17e verjaardagsspecial. En vlak daarna ben ik ermee gekapt. Ik krijg gewoon even met 152 of zo. Voor deze weg even vol in de ankers. Wat bocht. En ik heb geen zin om deze trailer om te laten vallen. Ik weet gewoon, als ik hier omval, word ik teruggebracht naar die ene plek in Hongarije, waar ik vandaan kom. Dat weet ik gewoon zeker. Alleen ik, de sneeuw en het geluid van 750 pk. Heerlijk.
nu gewoon 10:54 s'avonds. Ik ben ook niet iemand die 3 uur achter elkaar hetzelfde spel kan spelen of zo. Nou, met Euro Truck is, en Planet Coaster zijn de enige games die ik 3 uur achter elkaar kan spelen. En Euro Truck kan ik altijd 3 uur achter elkaar spelen. Maar Planet Coaster heb ik inspiratie voor nodig. Bratislava. Maar dat zijn gewoon games. En dat Euro Truck Simulator, dat is... Je doet elke keer weer hetzelfde. Je neemt een vracht en je levert die af. Achter elkaar weer. Maar terwijl je dat doet, kom je wel langs de mooiste plekken van heel Europa. En al helemaal als je mapmods gaat gebruiken, dan kan je... Zeg maar, je hebt dan die standaard map en die heb je helemaal gediscovered. En dan download je Truck Sim. En dan download je Truck Sim of ProMods. ProMods moet je kopen, 1,50 euro is echt niet zoveel geld. Maar dan kan je er nog weer gewoon dik. Dan heb je dat allemaal gediscoverd. En daar doe je dan 40 uur over. En dan krijg je nog extra grondwegen erbij. En dan heb je nog weer 40 uur om gewoon te kunnen rijden. En dat vind ik zelf heel erg vet. En dat vind ik gewoon zo vet aan dit spel. Je kan gewoon... En als je een vrachtwagen beu bent, dan hou je gewoon een nieuwe. Want het is... En dan kan je zeggen van, ja, daar heb ik geen geld voor. Want, de deliveries en zo. Maar ooit van Cheat Engine gehoord. En dan weet ik, er zijn mensen en die spelen dit echt vanille. En daar heb ik echt respect voor. Maar, weet je, ik speel dit spel gewoon om vrachtjes te halen en te brengen. In mooie vrachtwagens, op mooie plekken. En gewoon te rijden, te ontspannen. Eventueel ben je een muziekje op de achtergrond. Gewoon even lekker. Ik en de weg. Punt. En die idioot van een auto die voor me rijdt. Want dat heb ik ook wel eens gehad op multiplayer. Dus met singleplayer heb je dan die NPC's die voor je rijden. En met multiplayer heb je een idioot die voor je rijdt. Net als een stukje eerder in de stream. Een uurtje geleden of zo. Die scoutcar, hoppa, komt gewoon de verkeerde kant, recht tegen mij aan. Truck beschadigd, trailer beschadigd. Dat is het idioot, kom je ook gewoon tegen. En dan kan je gaan, als dit CSGO was ofzo, of als dit Call of Duty was, of als dit Battlefield was, ik zou dat bij iemand doen, dan zou die gozer zijn gaan racen. Maar het is hier bij Euro Truck. En al helemaal als je op Euro 2 gaat. Kijk, er zijn mensen die gaan racen. Als hun vracht naar de klote is. Maar dat zijn van die mensen die vanilla spelen. Die met een profiel met maar 100.000 euro erop spelen. Die kunnen die schade niet vergoeden. Maar als je op multiplayer gaat. Je moet, weet je, het is als je vanilla wil spelen, prima. Maar ik raad je echt af om dan op multiplayer te gaan. Wat ik je aanraad is 2 profielen. Dat heb ik ook. Ik heb er 1 met mods. En ik heb er 1, dat is deze, zonder mods. En de ene met mods, daar heb ik de Volvo VNL. Daar heb ik Scania bakwagens. Daar heb ik Volvo bakwagens. Daar heb ik LZV's in heel Europa. En niemand heeft enig idee waar de fuck ik het over heb. Maar dat is gewoon beroepspraat. Oh. Andere kant. Het kon ook weer niet anders. Maar goed. Maar daar heb ik gewoon allemaal vette mods en zo. En dat is wel vet. Maar die kunnen niet op multiplayer. En ik heb geen zin om ze allemaal dan weer gaan uitschakelen. En een profiel te moeten resetten. En te gaan backuppen en zo. Dus ik heb gewoon dit profiel aangemaakt. Heb ik gewoon even 7 miljoen op gecheat. Dat ben ik nou al allemaal kwijt. Maar het is gewoon een kwestie van cheat engine openen. Het weer even doen in singleplayer. En hoppa, ik heb gewoon 900. Ik heb gewoon 1 miljard euro. En hierop heb ik geen mods.
helemaal niks. Alleen het geld is wel gecheat. Want ik heb geen zin om dankzij iemand anders een hele nieuwe vrachtwagen te moeten kopen omdat dit ding tot de los is. Want soms zijn die reparaties gewoon duurder dan een vrachtwagen opnieuw kopen. Je moet echt eens even kijken wat je aan reparatiekosten kwijt bent als je in Duisburg hebt gereden. Ik heb één keer gewoon... Ik kwam niet eens bij de snelweg, omdat ik gewoon totaal los werd gereden. Voordat ik überhaupt bij de snelweg kwam. Zo erg was het toen. Ik weet niet... En dat is al een tijdje geleden. Maar... Het is niet per se dat het altijd zo erg is. Maar goed, het is... Er zijn altijd wel heel veel mensen. Het is 80% van de bevolking van deze survey is in Duisburg. En ik ben nou ook onderweg om daar naartoe te gaan. Want nou ga ik naar Wenen. En misschien dat ik in de volgende, stream of video... ik ga gewoon een keertje naar Duisburg. Maar, weet je... Omdat dit multiplayer is, moet ik of, zeg maar, in singleplayer er naartoe teleporteren. En dan in multiplayer inloggen. En dan ben ik in Duisburg. Of een stad dichtbij dat ik naar Duisburg kan rijden. Of ik moet dus zeg maar een garage hebben dat ik ook kan fast travelen in multiplayer. Alleen dat heb ik nog niet. Dus moet ik eerst even heen. En ik kan nou wel moeilijk gaan doen en stream gaan herstarten. En al die shit. Of ik kan gewoon nu de stream af gaan maken. En dan morgen of zo... eventjes teleporteren naar Duisburg. Op dit profiel. Dingen kopen. Terug teleporteren naar Wenen. En dan heb ik hem gediscoverd. En dan heb ik een garage daar. Dus als ik dan wil. Of in ieder geval een stad dichtbij. Dus misschien Stuttgart of zo. Dat is ook niet zo ver van Duisburg. Ja, het is wel best ver. Maar dan heb je niet al te langdurige vrachtjes. Want ik doe niet graag vrachtjes van 800 of 1000 kilometer. Dat doe ik gewoon niet graag. Ik heb liefst gewoon 300 of 400 kilometer. Soms doe ik er gewoon een stuk of 5 van 200 kilometer in plaats van 1 van 1000. Want dan heb je maar 200 kilometer aan kans dat je trailer naar de klote gaat. In plaats van 1000 kilometer aan kans dat je trailer naar de klote gaat. Moet je 200 kilometer aan één stuk opletten. En als je 1000 kilometer hebt, moet je 1000 kilometer aan één stuk opletten. Het is niet dat ik dat niet kan of zo. Ik bedoel, ik zou dat makkelijk kunnen. Maar ik heb gewoon liever... Weet je, better safe than sorry. Want je weet hoe snel het kan gaan, hè. Eén bocht verkeerd nemen en je bent je geld kwijt in dit spel. En dat is lullig als je net 200 kilometer hebt afgelegd. Maar dat is helemaal kut als je net 1000 kilometer hebt afgelegd. Goed, het kan altijd erger. Want er zijn ook gewoon routes van 3000 kilometer. Helemaal als je trucks in map hebt. Dan heb je gewoon ritten van 3500 kilometer. Op promods heb je die ook, maar minder. Ik heb ze wel voorbij zien komen, alleen ik rij ze nooit. Oh, look at that. Dat neemt hij niet op, maar ik moet mijn scherm even uitzetten en weer aan. Want het ding gaat automatisch uit na zoveel tijd. Nou, dat is nu over 5 minuten. Ja, dat zie je niet in de stream of zo. Maar dan geeft hij zo'n berichtje weer van... power off in 5 minutes to save energy. Gast, zie jij niet dat ik een spel aan het spelen ben? Denk van, vroeger hadden we de screensaver. En nou gaat hij gewoon uit. Maar ik denk dat ik na deze ermee ga kappen, want ik begin al te gapen. Ik begin al koud te krijgen ofzo. Ik begin al warmte kwijt te raken, ik begin al te gapen. Ik begin al moeite te krijgen om nog ABN te praten. Ik begin al wat terug te vallen op Brabants. Als ik zo meteen geen dieter meer zie, heb ik echt een probleem. Nee. Nee, maar het is 10:15. Ik ben al sinds 8 uur vanochtend wakker of zo. Ik heb een uur lang rijles gehad. Ik ga deze nog inparkeren. En dan ben ik er klaar mee.
Ik ga oké, prima, dat is wel te doen. Poepzooi. Zo, ik jaag er even 10 liter diesel doorheen of zo. Ja, ik ga aan de verkeerde kant van de weg staan. Ik ben toch de enige. En ik heb de boetes uitstaan, dus wat maakt het uit? Beter op het terrein kunnen draaien, denk ik. Jezus, die trailer is star. Ja, ik stuur ook te veel. Het is ook gewoon mijn fout. Ik ben gewoon fucking moe. Maar ik heb beloofd dat ik hem zou inparkeren. Dus ga ik dat ook maar gewoon doen. Wat je belooft, moet je doen. En jeetje maar... Dan worden mensen boos. Sorry. En ik wil gewoon elke seconde die ik op deze stream kan hebben, wil ik gewoon behouden. Want elke seconde die ik met deze rit bezig ben, betekent dat de stream nog gewoon doorgaat. Ik ga de stream niet afbreken. Sorry. Voordat ik deze rit heb afgerond. Daarna gaat het wel... gebeuren, helaas. Maar goed, weet je, morgen is weer een dag. Ik kan morgen ook gewoon weer gaan streamen, als ik daar zin in heb. En dan kan ik misschien wel 4 uur aan één stuk gaan streamen of zo. Klote Volvo. Klote hier, hoor. Voor een bosmarmot... Nou is het geen tijdrekken meer hoor. Ik zit echt in de knoop. Accepteert je mooi. Nice en excellent. Prima, dat was hem. Ik ga hem afsluiten. Vond je hem nou leuk? Laat dan even een dikke vette like achter. Vond je hem niet leuk? Laat dan een dikke vette dislike achter. En vergeet niet te abonneren voor meer video's en streams. En zie ik jullie de volgende keer. Houdoe.